Dit programma van Inspraak wil trachten een beeld te schetsen van de situatie van de Belgische zigeuners. We meenden dat op dit ogenblik het onderwerp in de actualiteit zou staan, vermits enkele senatoren op 13 december laatstleden een voorstel van wet tot wijziging van een koninklijk besluit neerlegden in verband met de zigeuners in België. Door de politieke verwikkelingen zal de behandeling van het voorstel nog wel even uitgesteld worden. Ten slotte, na tientallen jaren politieke onverschilligheid voor het zigeunerprobleem, kan deze nieuwe tegenslag er ook nog wel bij. De oudste oorkonde die melding maakt van zigeuners in onze gewesten dateert uit 1420. Ze werden toen met open armen te Doornik onthaald als zijnde christenen die door de muzelmannen uit Klein-Egypte zouden verdreven zijn. Het probleem van hun afkomst is ondertussen nog niet opgelost. Taalkundige en antropologische studies bevestigen dat ze wel uit Indië afkomstig zijn als afstammelingen van rondreizende lage kasten van muzikanten en zangers. Steeds zijn ze westwaarts getrokken met de ondergaande zon. Op enkele gelukkige tijden na hebben ze eeuwen van achtervolging en uitroeiing gekend. Rond de helft van de 19e eeuw bereikte een tweede golf zigeuners Europa. Geen enkel volk heeft proportioneel zoveel slachtoffers en martelaren gekend. Het nazi-bewind heeft ook voor deze mensen de eindoplossing in de gaskamers gezocht. Maar niemand kan zeggen hoeveel er zijn vermoord. Niemand heeft ooit de zigeuners kunnen tellen en zij zelf kunnen doorgaans niet lezen en schrijven. De EEG-commissie heeft hun aantal in de lidstaten op 280.000 geschat. Het ministerie van Justitie dat de zigeunerkaarten uitreikt, kan zelf niet een juist getal noemen. Deze zigeunerkaarten zijn een uitvinding van de Duitse bezetters, waarmee wij Belgen ons zo kwalijk onderscheiden als enig land dat deze nazi-uitvinding in stand houdt. En deze kaarten worden opgedrongen aan mensen die sinds 3 à 4 generaties in België verblijven. Aan mensen die voor hun, of beter ons land, hun mannen hebben geofferd in 2 oorlogen. Aan de Rom-zigeuners, een 300 à 600 in België. Aan een groep die in marginaliteit wordt gedrongen, voornamelijk omdat niemand politiek voordeel ziet in een oplossing van het probleem. Ja! Waarom moet ik zo goed zijn voor de voiture? Want ze zijn een piloteur voor de voiture. En goed, we zijn zitten. Zitten een piloteur voor de voiture. Want ze zijn voelen met mijn voiture. Een grote voiture. On a mangé fait un peu de radio hein, par jour. Parce que c'est automatique la voiture, hein. Parce que je roule même le transport. Hoe komt het eigenlijk dat je je eigen aard zo hebt kunnen bewaren in een land waar dat wij zo... zijn zo geboren en wij moeten zo sterven. Wij kunnen niet veranderen. Je zei daarnet iets van, moesten onze kinderen gaan wonen in huis, zouden ze ziek worden. Ja, dat zal, ja. Ja, ja, is dat ja, zo? Ja, 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 ja. Ik heb al gewoond hier in Molenbeek. Ja? Rubiliaar. Drie maanden. En die kinderen waren niet goed. En ik ben terug geweest naar mijn kampioenwagen. We zijn zo gewend. Gelijk ja, jullie in de huis. Ja, ja, ja. Dat blijft ja, tender. Ja. Ja. Brengt dat voor u geen problemen mee? Nee. Je bent ook zo gewoon. Ja. Je hebt er nog nooit aan gedacht van u ergens vast te gaan vestigen? Ja, zeker zo. Ik heb altijd maar flamand dus. Vous n'avez jamais eu l'envie de rester en maison? Non, d'aller habiter quelque part, de louer une maison? Non, ou... non, jamais. Jamais? Non, c'est notre vie de rester dans les caravanes. On est né dans les caravanes, donc c'est comme monsieur l'a dit, on va mourir dans les caravanes. Votre carte nomade, c'est une invention des nazis. Oui, vous voulez le voir? Oui, je veux bien. C'est autant des Allemands, ça, hein, des nazis, comme vous dites. Et je crois pas qu'on ait plus accepté. Mieux que dans ces temps-là, regardez. Ce temps-là, oui. Voilà. Et pourtant, ça existe encore. Voilà notre papier qu'on a de la police étrangère. Mm.
Il y a encore toujours marqué le soi-disant. Oui, tout le temps, tout le temps. Et arrêté sur place. En beweert geboren te zijn. Oui, oui, et surveiller la gendarmerie, tout ça. Comme si ce n'est pas vrai. Oui, 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 c'est exactement. Meneer Peterbos, jij bent koning van de Zigeuners. Ja, ik ben koning, ja. Voor de hele Zigeuner van België. Voor België? Ja, ja, de Zigeuner voor België natuurlijk. Hoe wordt men koning? Is dat erfelijk? Zo gezegd, dat zijn die andere gitaans die mij gekozen hebben. Gekozen hebben, ja. Ah, ja. Ja. Aan het begrip koning hoeft men niet te zwaar te tillen. Het betekent in de eerste plaats de officiële woordvoerder tegenover de gadji, de niet-zigeuners. In wat bestaat dat eigenlijk, koning zijn? Ik zijn antwoord voor de, als par exemple bij een burgemeester moet gaan of bij een minister, ik moet er zelf gaan. Ah ja, je bent een beetje de vertegenwoordiger. Ja, meneer. Ja. En door welke raad word jij gekozen? Is dat een raad van oudere zigeuners? Ja, voor ouders, ja. Of voor allemaal, alleen jong, gelijk oud. Ja, maar wie kiest u? De ouderen. De ouderen, ja. Ja. Hoeveel zigeuners zijn er in België, denk je? Belgische zigeuners? Caravans of familie? Families in aantal, nombre. Dat zal ongeveer... Al bij elkaar, met de kinderen bij, zeker en vast, 300 zeker. 300? Ja. Hoe komt het dat... Een vaderlandsloze geniet UNO-bescherming. Een zigeuner in België, met zijn zigeunerkaart, is een vogelvrij verklaarde. Hij heeft geen rechten, kan zeer moeilijk een wettelijk huwelijk sluiten en verwekt dus ook wat men noemt onwettige kinderen. Zelfs ons land verlaten, ons land waar hij sinds generaties ongewenst is, kan alleen met enorme moeilijkheden. Dat deze mensen zonder rechten dan ook niet allemaal zwaar gebukt lopen onder plichtsbewustheid, lijkt ons wel een beetje voor de hand te liggen. Buitenland, wij mag niet door. Ah. Door de grenzen mee. Ah. Dat is heel... moeilijk om een visum ja, te krijgen. Ja, ook. Ja. Ja, Duitsland gaat nogal, maar ik heb er die ander niet geprobeerd nog. Hmm. Maar die is niet mooi alleen. Ik geloof dat jij een heel grote familie hebt, dat de familie Peterbos heel groot is. We hebben op Parkingzee ook nog Peterbos gezien. Veel. Nee, die is niet te veel, au contraire. Die zijn allemaal dood in de kampen, meneer. Ze zijn gestorven in de nazi-kampen? In de nazi-kampen, ja. Ikzelf heb ik 3 jaar geweest in de kampen. In de concentratie? Ja, ja, ja. Heb je daar ooit schadevergoeding voor getrokken? Ik wel alleen, ja. Maar veel zigeuners niet, hè? Gelijk mijn broer die in dezelfde kamp geweest en mijn stiefvader, die hebben geen frank gehad. Hoe komt dat? Want, ik weet het zelf niet meer, ik weet het niet. We hebben hier een avocat en die heeft gezegd, die is heel moeilijk voor die anderen. En we zijn pourtant bij elkaar geweest. We hebben 3 jaar bij elkaar geweest. Ik was nog niet getrouwd. Ik was nog bij mijn ouders. En ze hebben geen frank gehad. Ik ben betaald geweest, maar die ander niet. Mijn broer, par exemple, en mijn vader niks. Helemaal. Mijn zuster ook niks. Meneer Larue, hoe lang zit u al in het apostolaat voor het woonwagenwerk? Dat zal nu ongeveer 30 jaar zijn dat ik met die mensen zo een beetje mee ga bezighouden en probeer die mensen enigszins te helpen. Het zijn dus niet alleen zigeuners, het zijn alle woonwagenbewoners. Wij maken geen onderscheid tussen de personen die in de woonwagen wonen. Het zijn dus al de mensen die in de woonwagen verblijven, of het nu zigeuners zijn, of hetgeen dat wij noemen onze gewone voyageurs. Wij proberen al die mensen te helpen. Hebben al deze mensen een nomadenkaart of een zigeunerkaart? Nee, het grootste gedeelte heeft een nationaliteit. Dus die mensen die wij noemen voyageurs, die hebben normaal een nationaliteit. Maar er zijn daarnaast, hetgeen dat we dus gewoonlijk noemen de zigeuners, die nog een nomadenkaart hebben. Maar ook onder de zigeuners zijn er al mensen die een nationaliteitsbewijs hebben. Van waar komt dat verschil? Ik bedoel, hoe komt het dat er zigeuners zijn met een Belgische nationaliteit
En anderen die nog altijd zitten met een nomadekaart en met al de nadelen van een nomadekaart. Ja, er zijn er natuurlijk een deel die door bepaalde omstandigheden die zigeunerkaart, ik zal het zo zeggen, kwijtgeraakt zijn en ze hebben kunnen laten omwisselen door een gewone Belgische identiteitskaart. Ofwel waar is kunnen bewezen worden dat zij werkelijk van een voorouders van Belgische nationaliteit afkomstig waren, of dat we konden de nodige formulieren in regel krijgen voor die mensen. Om de zigeunerkaart te krijgen zijn de papieren die moeten in orde gebracht worden en de formulieren en het achtergeloop dat er allemaal achter is nog tamelijk groot, zodanig dat het werkelijk voor onze zigeuners moeilijk is om een Belgische identiteitskaart te krijgen. En vandaar dat er dus nog een tamelijk groot deel mensen zijn die blijven zitten met die papieren. Maar het is toch wel eigenaardig dat het alleen in België zo moeilijk is om dus een nationaliteit te krijgen, waar dat in Nederland en in Frankrijk bijvoorbeeld de meeste mensen, de meeste zigeuners, dus reeds nationaliteit hebben gekregen. Ja, in de andere landen heeft men praktisch overal die moeilijkheid uit de weg geruimd en gezorgd dat die mensen dus eigenlijk degelijk papieren in handen gekregen hebben. Hier nog niet. Dus wel een typisch Belgische moeilijkheid gebonden aan administratie en misschien ook een klein beetje aan desinteresse van politici. Ik geloof wel dat het vooral daar ligt, dat er te weinig mensen zijn die het probleem kennen of begrijpen en die er ook politiek praktisch geen voordeel in zien om zich daarvoor in te zetten. Zijt jij werkelijk zigeuner? Zijt jij Rom-zigeuner? Nee, ik ben geen werkelijke zigeuner. Ik ben bij die mensen gekomen als ik heel klein was. Ik had een in welke omstandigheden? Jaren. Ik had vrienden gemaakt. Later... Hoe oud werd je toen? Ik was een 7-8 jaar. Mm-hmm. Had ik kleine vrienden gemaakt hier op de plaatsen. Ja. Met die zigeuners. We zijn samen gaan spelen enzovoort. Mm-hmm. Later ben ik, heb ik de zigeuners verlaten. Mm-hmm. Heb ik mijn leven proberen te maken... In het Kadje leven. Nog later, in zekere omstandigheden, heb ik moeilijkheden gehad. In het Kadje leven. En Kadje wil zeggen niet zigeuner. Niet zigeuner, ja. En dan ben ik teruggekomen bij de zigeuners, omdat ik moeilijkheden had. En ik ben hier heel goed ontvangen geweest. En ik ben hier gebleven. En getrouwd, kinderen gemaakt? Getrouwd, kinderen gemaakt enzovoort. Mm-hmm. En nu heb ik geen moeilijkheden meer. Mm-hmm. Behalve de zigeunermoeilijkheden. Die zich resumeren tot telkens tot weggedreven worden? En... Telkens weggedreven worden. Mm-hmm. Moeilijkheden met die politie. Mm-hmm. Met, Hoe oud zijt je? Ik ben 30 jaar. Mm-hmm. Wat doet je? Autohandel. Gelijk allemaal. Zoals al de zigeuners. Maar zet jij een echte zigeuner in? Nee, ik ben met mijn man. Zo, een gadje, like de andere. Maar het is nu ongetal 6 jaar dat we hier met de zigeuners leven. En ik zou nooit meer willen veranderen. Er is in België een hippiebeweging geweest. Ja, maar dat zijn andere mensen. Dat zijn in Frans clochard. Dat is absoluut hetzelfde. Nee, helemaal niet. Die mensen die werken niet. Wat klopt? Mijn man die werkt, al daar gaat hij om 8 uur weg om auto's te gaan kopen, om auto's te gaan verkopen. Kosten te verdienen. Het is zelf niet als eten te verdienen. Is hippie. Een hippie die vraagt geld op de straat omdat hij niet nodig heeft om te werken. Zoals het waar is dat vele zigeuners zich reeds geïntegreerd hebben, meestal door een huwelijk met Belgische woonwagenbewoners, zo is het eveneens waar dat sommige Belgen vaak steun en vriendschap hebben gevonden in de zigeunerkampen en er dan ook gebleven zijn. De integratie in die richting loopt altijd zeer vlot. Ze leren vlug het Romanes, een gesproken taal die nergens neergeschreven werd en die de eigenaardigheid vertoont onder de zigeuners over praktisch heel de wereld ongewijzigd te zijn gebleven. Kijk jullie, kijk jullie, kijk jullie.
Hey. De zigeuners hebben een sterk patriarchale samenleving. De ouderen voeren het woord, nemen beslissingen ook wat betreft de huwelijkspartner van hun kinderen en spreken recht in gevallen van onenigheid. De mannen eten eerst, daarna de vrouwen en kinderen. De diep ingewortelde vooroordelen van de Gadji tegenover de zigeuners berusten op niets. Dat sommige zigeunerkinderen en meisjes bedelen, hebben we zelf ondervonden. Maar is dit zo'n zwaar vergrijp waar wij Belgen volledig van vrij te praten zijn? De zigeuners zijn een vriendelijk en gastvrij volk, met een uitgesproken zin voor humor. Door hun temperament en goed te verklaren angst voor de Gadji, hebben ze een sterke waarde gehecht aan hun tradities en samenhorigheid. Hierdoor zwerven ze steeds rond in min of meer grote groepen. Alléluia, Seigneur notre Dieu.
De zigeuners zijn van nature zeer gelovig, of we mogen wel zeggen bijgelovig. Ook dit staat rechtstreeks in verband met de moeilijke geschiedenis die ze hebben gekend. Geloof en hoop zijn bij hen zeer nauw verbonden. Bij de Belgische Romzigeuners heeft de Pinksterbeweging sinds enkele tijd een grote bijval gevonden. De geëxalteerde uitingen van dit geloof lijken wel geknipt voor deze mensen. Miraculeuze genezingen door handoplegging zijn schering en inslag in de Pinksterbeweging en bieden een praktische oplossing aan zigeuners die vaak de meest elementaire geneeskundige verzorging moeten missen door de bijna dagelijkse uitdrijvingen van de politie. We hoorden jongeren zeggen, leer ons niet schrijven, leer ons niet lezen, maar leer ons de Bijbel lezen, want we willen predikant worden. Jésus est mort pour, sur la croix pour prendre nos péchés. Quel péché? Les péchés de tous les gens. Les péchés qu'on fait du mal, que les gens ils boivent, ils mentent, ils volent. Jésus est mort pour ça, pour prendre nos péchés à nous. C'est difficile à expliquer, mais enfin, c'est la croyance comme ça. Sans doute. Et en lisant la Bible, souvent, beaucoup de gens ici, ils se sentent plus calmes. Avant, ici, tous les gitans, ils buvaient beaucoup, ils sortaient, ils étaient nerveux. Ils boivent, pour le moment, ils boivent assez bien, non? Beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus méchants. C'est une évolution normale. Non. Dit geloof is heel simpel. Het zegt, u gelooft in God, u geeft u tot God en alles is goed. Waarom gelooft jij dan niet? Waarom? Ik ben een beetje moeilijk. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas parce qu'alors à ce moment-là, moi aussi j'étais à l'école. J'étais à l'école, j'ai travaillé et tout, et moi je crois. Mais lui, il est un peu compliqué de croire. Je ne sais pas, il ne croit pas en certaines choses, c'est difficile à expliquer. Quelle chose? Ik ben naar school geweest. Ik heb veel geleerd. En ik heb veel gelezen. En veel verstand. Wat die mensen niet gedaan hebben. Die geloven in al wat een beetje speciaal is. De eredienst op zondagmorgen is ten einde. Een achterbuurtstraat van Brussel waar de evangelische kerk een banale kroeg tot tempel herdoopte, krijgt meteen leven en wordt sprankelend van kleur. En tussen de bultige gevel stijgt een gebrom als van racewagens, wanneer de bonte menigte met herladen batterijen van hoop op betere tijden naar de verschillende kampen vertrekt. La carrosserie est encore dans un bon état, l'intérieur est impeccable. La peinture n'est pas d'origine, mais a eu une nouvelle, toute nouvelle peinture. De voornaamste bron van inkomsten van deze zigeuners is de handel in tweedehandswagens. Vroeger waren de meeste paardenkooplui. Van verschillende garagisten vernamen we dat ze keiharde, maar zeer eerlijke handelaars zijn.
Regelmatig vroegen wij hoe ze bij de verkoop van wagens het probleem van het schrijven van facturen en BTW-formaliteiten oplossen. Ze lossen het op, blijkbaar. Maar hoe, hebben we nooit helemaal begrepen. Ben non, il y a tant de marchands qui sont déjà venus et qui ont déjà acheté beaucoup de voitures. Naturellement, vous avez une vous avez de votre part votre spécialité les voitures d'occasion qui se n'augmentent pas de prix élevé. Nous autres, tu sais bien, on est en roulotte, hein. Oui, on est en caravane, hein. Et alors, on a très difficile à réparer ça. Parce qu'on est chassé d'une place à l'autre. Oui, je suis d'accord. Vous voyez comment ce que c'est, hein? Alors, si on achète une voiture, on doit la vendre en vitesse pour savoir gagner quelque chose. Alors, on doit la laisser telle. Ou sinon, ça reste sur place et puis... Oui, naturellement, oui. Mais de notre part, il faut comprendre, notre part, on doit quand même gagner notre pain là-dessus. Oui, hein. Oui, oui, quand je te présente, par exemple, quand je te présente une 404 68 pour 15 000 francs, oui. Avec un état, enfin, plus ou moins convenable, chez nous, on les vend. Oui, d'accord. Donc, chez nous, on les vend aux marchands. Oui, 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 c'est juste. Naturellement, je suis toujours d'accord, il faut gagner votre vie aussi. Oui, oui. On se connaît, hein. Oui, on est des amis. Alors, bien sûr, mais pour 15 000, j'ai fait une affaire, autrement, je ne vais pas une affaire. Oui, quand je ne gagne pas, alors il n'y a pas de moyen chez moi, comme vous le savez. Hein. Si je vous l'achète à ce prix-là, je dois perdre avec moi-même. Ah. Ça, c'est à vous, hein. Oui, si vous perdez de l'argent, il ne faut pas faire pour moi. Hein. Non. Faire une mauvaise affaire, je m'entends rien faire, hein. C'est vrai, hein. Puis je viens de Bruxelles tout seul. Il faut gagner votre vie, non, je suis d'accord là-dessus, il faut gagner votre vie. On a déjà fait des bonnes affaires avec c'est, vous. Si, hein. C'est ça, allez. Hein. On est très content de vous. Vous êtes le domaine, on va te faire une bonne affaire, oui. Hein. Maintenant qu'on est plus ou moins dans un état... Oui, oui. Je vais te faire pour le dernier instant, hein. Oui. Quand je le fais, je le fais. Oui. Si tu fais, tu le fais, si tu le fais pas, si tu le fais pas, hein. Oui. C'est à vous, 13 000. D'accord ou pas d'accord? Non, pas d'accord. Non, allez. Bon, je te donne 7 000. Non, oh. Grote bakken, hè? Amerikaanse nog, die banden moet je hebben. Die banden. Helemaal de motor is niks doen, niks. Het is maar juist, hij komt in een dag gaat van achter. Dan maakt hij zijn oprijden, hè? Ja. Dat is alles. Maar als je in orde is, dan nog een nieuwe changement op en alles. Vraag een keer juist de lichte prijs. Dan moet je juist kosten, juist. Pak 30 al, hè. Minder verkoop ik er niet. 20.000, ja. Natuurlijk, on est pas des grands marchands, maar on achète 4-5 voitures d'un seul coup, comme ça. Et il faut avoir quand même... Oui. Il faut quand même avoir le temps de les nettoyer un petit peu et chercher un client pour ces voitures-là. Parce qu'il faut qu'on gagne quelque chose. Comment est-ce que vous cherchez des clients? Est-ce que vous placez des annonces dans les journaux? Non, 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 pas du nous tout. Nous sommes connus par la plupart des marchands. Oui. La plupart je des crois marchands. Même que vous êtes connus comme des marchands très honnêtes, quoi. Oui, et comme de très bons mécaniciens. Si, oui. Si on veut faire du commerce, il faut rester honnête. Oui, oui. Sinon, ça ne va pas. Oui, oui. Parce qu'il faut quand même manger tous les jours. Hein. Il ne faut pas manger qu'une fois. Hein. Non, mais... hein, c'est juste, hein. Sortez de votre ligne, allez! Un peu vite! Voilà! Hebt u uw kaart? Nee, waar is uw kaart? Moet u kaart zetten, hè? Als je wil werken. Bent u niet geweest vorige... Ja, we zijn al 14 dagen bezig. 14 dagen, ja. Ah ja, meneer Walschak, u bent hier geweest, dus juist. Het is maar een titel van informatie, ja, we moeten weten wie dat hier komt. Hè. En zo gaat het telkens opnieuw. Niettegenstaande al het begrip dat wij voor het probleem vonden bij de hogere politieofficieren, was het soms pijnlijk het optreden van de agenten te moeten aanzien. En hier was dan nog een televisiecamera ter plaatse. De volgende dag werden dezelfde mensen in een randgemeente van Brussel opnieuw verjaagd. En niet zo vriendelijk. Er was geen camera ter plaatse. De politieautoriteiten smeken om een definitieve oplossing. Ze zijn niet zo gelukkig met hun repressief optreden dat in de huidige omstandigheden eindeloos voortduurt. Verschillende ministers beloofden plechtig campingplaatsen toe te kennen. Maar de ministers gingen en het probleem bleef.
Op 5 oktober 1972 richtte de minister van Binnenlandse Zaken van Elslande een schrijven aan alle gouverneurs. Hij wees op de onwettelijkheid van talloze gemeentelijke beslissingen in verband met de zogeheten 24-urenwet. Hij vroeg de heren gouverneurs hem in de loop van november 1972, wij herhalen 1972, de gegevens te verstrekken in verband met de aanduiding van terreinen voor de zigeuners. De minister van Binnenlandse Zaken ging en de heren gouverneurs hebben tot op heden nog geen definitief antwoord gestuurd. In West-Vlaanderen is een commissie gesticht die het probleem van de terreinen bestudeert. Nog steeds. En wat is het probleem? Het toekennen van enkele terreinen, verspreid over het land, het plaatsen van enkele vuilnisbakken, het plaatsen van enkele waterkranen en als het nog even kan, ook een elektriciteitsvoorziening. Zo zouden deze mensen niet meer als wild opgejaagd worden, de kinderen naar school kunnen gaan en talloze ellende vermijden. We vermoeden dat de financiering gemakkelijk te vinden is in de ruime besparing van politiewerkuren. En moest er dan nog eens een minister van Justitie wezen die deze Belgen een nationaliteit zou kunnen bezorgen, zoals in alle andere landen en zoals ons sinds 1969 door de Raad van Europa gevraagd wordt, dan zou deze wantoestand eindelijk tot het verleden gaan behoren. Soms lijkt het alsof het aanklagen van discriminatie in het buitenland en het toewijzen van druppels ontwikkelingshulp aan verre gewesten veel meer politiek voordeel biedt dan het eenvoudig oplossen van een dringend probleem voor de eigen deur. Nous sommes comme des chiens. Nous avons comme des chiens. C'est pire que des chiens. On est portés comme des chiens ici. Pourtant, on est né en Belgique. Tu vois, hein? Oui. Voilà, ils sont là, tu vois, les hommes. Il faut faire les photographies, tu vois? C'est pas la vérité, je vous ai raconté. On est chassés comme des chiens. Hein? Bon. Vous allez faire des bons reportages contre nous, hein, voyez la force qu'il nous fait, hein. Vous allez faire bien, hein, parce que la force nous chasse comme des chiens. Mais où est-ce que vous allez maintenant? Où est-ce que Dieu nous portera? Quel Dieu le sait? Quel Dieu le sait? Où? On va leur donner l'offre peut-être. Passion, il y en a un là, c'est aussi. Hein. Mais qu'est-ce que vous que vous faites? Si vous vous mettez, il faut regarder que. Hein, on ne peut pas aller en campagne, ça ne va pas, nous ne connaissons pas en campagne. Ils nous mangent, les gens. Ils nous mangent, les gens. La police, quand ils viennent, nous mangent, nous mourons. Ils comprennent rien du tout d'abord. De la société, ils comprennent rien du tout. Les grosses têtes. Mais c'est ça, tu sais, ceux-là qui comprennent, hein, c'est les pauvres. Des pauvres malheureux qui comprennent qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas les riches qui vont comprendre. C'est-à-dire, ça. Ce qu'il dit là, c'est une grosse vérité. On a des meilleurs contacts avec les souches pauvres de la société belge, comme étrangères d'ailleurs, hein, qu'avec la souche riche. Parce que les riches, ils ont leurs problèmes. Et voilà comment ça va la vie. Nos enfants qui sont là, ils sont là, ils vont jamais à l'école. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Oui. C'est 24 heures, 48 heures, et allez, il faut partir. Alors on ne peut pas laisser leurs gosses comme ça, c'est pas possible. Ils disent que ce n'est pas propre sur les camps. Oui, pourquoi? C'est bien propre. Hein? Et pourquoi? On n'a pas de poubelle. Où mettre cette saleté? Hein, on ne peut pas le manger, non? C'est pas possible. Encore un peu désordre, autrement, ça devrait être plus sale que ça. Parce que si nous disait la police ou le bourgmestre, monsieur, vous restez là un mois, sans, on serait content de mettre des poubelles et être propre, vous comprenez? Et des WC, tout ça, naturellement. Et à l'abattoir, donc, à Bruxelles, n'est-ce pas?
Eh bien, vous savez ce qu'ils ont dit là, mais monsieur, vous êtes trop sale. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Et il y a 6 mois qui viennent verser les gens qui habitent aux environs, là-bas, leur saleté. Près de oui, et ils disent, voilà monsieur, passez aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a là. Passez et prenez un petit peu en photo, vous allez voir. Et on n'est pas là pourtant maintenant. Et ils disent, voilà les gitans qu'ils font. Wat doen de kinderen een ganse dag? Ik denk aan die kleine... Speulen, niks anders. Speulen. En dat is niet goed, dan moeten ze op school gaan. Ah, ja. We zijn ook gruus dan, hè. En wat doen de vrouwen een ganse dag? Werken. Zuiver doen en alles. En wassen en alles. Thuishouden ja, doen en ja. Koken en... Ja. Zijn er geen kinderen die gaan bedelen soms ook? Nee, mensen zeggen nee, nee. De dat is bedelen. Niet waar. Dat is absoluut niet waar meer. Dat zijn, wij zijn dat niet. Ja, buitenlanders, ja, de Jugoslaven. Jugoslaven, dat zijn bedelaars. Ja, ja. Ze slapen buiten, die mensen daar. We zien toch wel, hè? Ja, ja. We hebben dure campingwagens, alles. Hè. Heel duur, hè? Ja? We zijn geen bedelaars, we hebben geld voor te leven. We zijn geen dieven, meneer. Ja, ja. We zijn hier geboren, we zijn een tweede generatie in België. Sinds wanneer zijt u zelf in België? Ik ben hier geboren, meneer. Geboren in België? Mijn vader ook, mijn grootvader ook. We hebben een huis hier in de Kempen. Non, c'est pas mort. Allez, un thé. Een grande bar ici, thé. Comme ceci. Allez, et puis? E. U. Oui. R. Et E et U, qu'est-ce que ça devient? Moteur. Zoals steeds, daar waar de overheid in gebreken blijft, trachten enkele mensen van goede wil zoveel mogelijk nood te lenigen, vaak op eigen kosten. Een voorbeeld hiervan is de stichting Kere Amende, wat in het Romanes bij ons thuis betekent, waar de heer Tamboer met echtgenoten en kinderen elke donderdagavond de zigeunerkinderen die toevallig rond Antwerpen verblijven verzamelt, met ze speelt, ze tracht te wennen aan gadji die niet steeds wantrouwig staan en als het lukt ze nog een minimum bijbrengt van lezen en schrijven. Het is ook een teken van de mentaliteit en het is nu niet meer een onverschilligheid, het is ja, een zekere vijandigheid tegenover de zigeuners en dat is veel erger natuurlijk. Maar dat bestaat en ze zijn altijd een beetje de, hoe moet ik zeggen, hun eigen mentaliteit is ook beïnvloed geweest door die reacties van de bevolking. Dus u ziet de vijandigheid die bestaat tussen, of op een zekere, tot een zekere plan natuurlijk, vanwege de maatschappij tegenover de zigeuners. Hoe lang meent u dat wij nog geduld gaan moeten hebben eer het probleem gaat opgelost worden? Tja, de probleem is dringend. De oplossing zou dringend moeten gebeuren, ik kan niets anders zeggen. Morgen zouden we een oplossing moeten hebben. Dus ik denk nu dat na onder 11 jaar, het is zeker tijd, onder 11 jaar geduld voor een zeer dringende probleem, een zeer belangrijk probleem, ja, het is genoeg zeker. En, anderhalf jaar betekent gerekend vanaf het ministerie. Ja, 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 ja. De probleem was natuurlijk, stelde zich veel vroeger. Die probleem heeft altijd bestaan, maar laten we zeggen dat in november 72 er moest theoretisch een begin van oplossing zijn, officieel. En vandaag hebben we, ik zeg het nog eens, nog niks. Zou het niet kunnen dat in dergelijke gevallen geduld een slechte deugd is? Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We zouden misschien nog meer moeten reageren. Inderdaad, inderdaad. En ik meen dat al de problemen van onze mensen zouden opgelost geraken, moesten we daar kunnen toekomen dat er terreinen ter beschikking zijn waar ze rustig kunnen staan. Onze mensen vragen niet veel. Ze vragen eenvoudig een stuk grond waarop dat ze kunnen staan, waar ze water, wc's, elektriciteit hebben. En de rest vragen zij niet. Zij vragen daar geen comfort, dat er nog gebouwen enzovoort zouden bijgezegd worden. Als ze maar dat allernoodzakelijkste hebben en dat ze weten dat zij daar zullen kunnen blijven staan. Dat ze niet worden opgejaagd. Dat hun kinderen een keer dat ze 's morgens naar school vertrekken, 's avonds rustig zullen kunnen naar huis komen en dat de wagen er nog staat. Dat ze dus een gans jaar bijvoorbeeld op dezelfde school kunnen blijven. Dat een vader die probeert zijn oudere kinderen ergens in het werk te steken, dat die op dat werk zullen kunnen.
kunnen blijven. Dat is de grote zekerheid die zij vragen. Want tot nu toe, als ze ergens hun werk proberen, het kan gebeuren dat ze de volgende week dat werk moeten opzeggen, eenvoudig omdat ze bericht krijgen dat ze niet mogen blijven staan. Nu, het uitstellen van een oplossing geven aan dat probleem dus van de nomadekaart en van het toekennen van een terrein, werpt ook ineens een geweldige belasting op de jeugd. Ik bedoel, gewoon door dat probleem van jaar tot jaar uit te stellen, zitten wij toch met een jonge, verloren generatie. Absoluut, want ik ben altijd spijtig als ik bepaalde jongere mensen bijvoorbeeld zie die het werkelijk goed menen en zouden proberen bijvoorbeeld zich te integreren in de samenleving, dat op bepaald ogenblik door het feit dat ze niet mogen blijven staan, dat ze allemaal als het ware de draad worden afgesneden en dat ze de baan worden opgestuurd. Dat ze in feite geen enkele mogelijkheid hebben om naar een menswaardiger leven op te gaan. Zij zijn als het ware, de jeugd is als het ware gedoemd om te worden de sukkelaars zoals hun voorouders waren. Enkele gemeenten zijn tolerant en staan toe dat woonwagenmensen zich ergens vestigen voor min of meer lange tijd. Merkwaardig is dan ook dat die gemeenten, zoals hier te Maldegem, niet de minste klachten van de inwoners schijnen te krijgen over hinder. Vele zigeuners vertelden ons over het paradijs waarin hun Nederlandse rasgenoten leven. Grote campings met alle voorzieningen. We gingen kijken naar vier kampen rond Eindhoven. En we dachten aan de man die ooit eens geschreven heeft, liever heimwee dan Holland. De kampen zijn overvol, ook door de woningnood. Wanneer iemand enkele centimeters van zijn toegewezen plaats durft schuiven, is hij ze onherroepelijk kwijt. En achter de mooie graslanden en moletjes liggen puinensgroot en ellende verscholen. Maar we zagen ook een gelukkige zigeuner, gans alleen aan de rand van een groot bos. En dan zoekt u een plaats, of gehuurd een stuk plaats. Dan zeg je, ja kom, nou ben ik christen.
Dan denk ik, blijf je nog 3 weken staan, dan kan die kinderen 3 weken naar school gaan. De burgemeester wil niet, zeggen ze. Ja, maar ik zeg, de kinderen moeten toch naar school. Trekken we ons niks van aan. Wat moeten we doen? Die kinderen uit de school halen en weer vertrekken. Hè? Deze zigeuner had de Belgische nationaliteit gekregen. Hij was bij ons een zeer bekend muzikant. Nadat hij talloze malen verdreven werd, kocht hij te Aalst een stuk grond en plaatste er zijn woonwagen. De goedgelovigen meenden het probleem opgelost te hebben. Wel geteld voor 24 uur. Hij werd door de takenwagen van de politie 's nachts weggesleept. Toen trok hij naar Nederland. Hij heeft nu de Nederlandse nationaliteit en leeft van de openbare onderstand. Nee, hier gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Je weet hoe... Want je had in het begin een nomadenkaart, een zigeunerkaart. Zigeunerkaart, ja. Maar als ik 15 jaar was, hebben wij allemaal onze Belgische papieren gekregen, zie je? En als ik misschien zo'n mond of 5, ik weet zelf, want ik kan niet lezen of niet schrijven, hebben ze die Belgische papieren afgenomen, hebben ze ons een vreemdelingspas gegeven van 6 monden. En als we die weer een tijdje hadden, weer afgenomen. Hebben ze ons een papier gegeven voor 3 monden. En die moesten alle 3 monden afgeven, weer vernieuwen. En toen dat de oorlog uitbrak, ja, toen zijn ze met zigeunerpapieren afgekomen. Hè. En die waren ook voor 3 monden, maar dat stond er dan in Frans op, carte de nomade. Ja. En in Vlaams, zigeunerkaart. Mm-hmm. Ja, en het was, dan op lasten zochten de Dutsen achter de zigeuners. En die mensen die dat niet wisten, ja, Auschwitz, die mensen gaven die zigeunerpapieren allemaal mee. Concentratiekamp. Maar van als ik die papieren in mijn handen gekregen heb, ik kan niet lezen, maar ik liet het dan lezen. Hè. Ik zeg ja. Ik zeg die zijn voor de Duts. Hè. Dan heb ik me veel weggestoken. Ik heb 4 jaar. Ondergedoken? Ja. Mm-hmm. Ik ben 4 jaar. De laatste 2 jaar zo nog niet. Dan kostte me nog een beetje gaan spelen. Mm-hmm. En toen moesten ze zigeuners hebben, dan kost ik niet meer. Hè. Dan heb ik me moeten wegsteken. Peertje verkopen, mm-hmm. voor te eten. Ah. Schoenen wagen trokken over een ander voor een beetje geld en voor te eten. Ja. Wat kost op baan niet meer komen? Hè. In een dergelijke situatie is het goed te verstaan dat veel Nederlandse zigeuners nog liever in huizen gaan wonen. Wat België nodig heeft zijn verschillende terreinen waartussen de zigeuners naar believen en naar behoefte van hun autohandel kunnen reizen. De vrijheid, meneer, dat is iets dat ze een mens niet mogen ontnemen. Nou ja, en dan is hier de familie de laatste 8 dagen van de oorlog bij mij gekomen daar. En omdat we meer weggestoken waren bij de partizanen. Hè. Zijn er in Nederland veel zigeuners die al in huizen wonen? Ja, het zijn al... maar veel kan ik dus niet zeggen. Nee. Maar zij kunnen zich aanpassen in huizen. Zeker. Ja, die mensen die gaat erbij die wat gaan werken, gaat erbij die ook zo mag gesteund worden. Hè. En dat zijn dan meer die jonge volk die dat doen. Hè. Zou ik zeggen, ze zitten in de stad, ze kennen al de cinema een keer of zo wat. Hè. Maar het is meer het jong volk dat in huizen gaat wonen. Ja, die jongens die houden meer van de stad. Nou. Denk je dat eigenlijk dat het woonwagenvolk aan het uitsterven is? Het oude ras van de zigeuners met de roulotte en zo, denk je dat gaat uitsterven? Uitsterven niet, maar het reizen, dat zal uitsterven. Het normale leven gaat uit. Ja, dat schiet het uit, ja. Ik zie het aankomen. Ja? Vind je dat erg? Wat lief? Vind je dat erg dat gaat uitscheiden? Ik vind het erg, ja. Want u zegt nou, u bent van Antwerpen. Maar dan gaan we het maar het verschil delen. Ik zal zeggen tegen u, jij moet nou in die woonwagen wonen. Dan zal je dat triestig vinden. Ah. Hè? Dan zal je dat triestig vinden. Hè? En wij, als arme mensen, nu niet meer, maar voor hadden moeten zeggen, je moet in die villa wonen en je krijgt eten en drinken, maar je mag niet weg. Dan hadden we kunnen huilen. Hè? Begrijp je? Ah. Ik vind het zo... Een mensenvrijheid afnemen, dat mag niet. Goedemorgen,
En naar waar gaat je dan als je weg moet? Ik weet het zelf niet. Wij weten het niet meer waar we naartoe moeten.